Dag beste getrouwen. Verraders. En nachtbrakers. Welkom bij een nieuwe video hier op het kanaal van WIDMTV. Vandaag hebben wij het over De Verraders, seizoen 3, aflevering 10, oftewel de finale. Ja, oh, dat moeten we dan eigenlijk zo doen, hè? De finale. Ja, inderdaad. En wat was het, een finale? Nou. Ik zat de finale te kijken, Corné, en ik dacht... Corné gaat hier iets minder blij mee zijn, denk ik. Vanwege onze vorige aflevering. En hoe jij daarin vertelde wat jij graag zou willen voor de finale. En dat jij het eigenlijk ook met name de verraders wel zou gunnen op dit punt. Door hoe het spel gespeeld is. Ja. Om te winnen. Ja. Ik zat er iets anders in, maar ik begreep jouw standpunt ook wel. Dus ik had dat ook niet heel erg gevonden of zo. Ik vond het vooral een spannende finale. Dat was het zeker. En ik had ook echt wel... naarmate de uitzending vorderde... Ja. Had ik ook wel zoiets van, nou god, het maakt ook niet heel veel uit. En nee, dat is ook... Dan weet je, het spel is gespeeld zoals het is gespeeld. Ja. En wie er wint, nou ja, dat zien we dan wel. Ja, precies, precies. Ik had een klein beetje hetzelfde zondagavond bij de aflevering van De Mol. Dat was ook de finale. Dus we hebben deze week twee finales voor onze kiezen gekregen. Nou, dat was toch ook wel weer... Drie eigenlijk, hè, want we hebben ook de finale van Make Up Your Mind gekeken. Ook nog. Ja. Daar zijn we natuurlijk niet mee begonnen met die te bespreken. Maar hey, volgend jaar dan pakken we die gewoon lekker mee met de Kijkbuiskinderen. Ja, als jullie dat leuk vinden. Natuurlijk. En ik denk dat ze dat wel leuk vinden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, zullen we er lekker eens induiken? We duiken er eens even lekker in. Oké, nou, we doen altijd aan het begin een rondje wie is er weg tot nu toe. Nou, dat zijn er inmiddels een heel pak. Een heel elftal of plus reserves. Irene van der Leer, Sunny Bergman, Georgia Hoekstam, Herman de Bleeker, Noël van Cleef, Thomas Kemmerts, Maria Fisselier, Katinka Simonsen, Jan Slechter, Selma Omari, Ferris Moji, Jessie Maya, Pernille Lillo en Betty Glass. Ik heb geen idee waarom ik dit zo doe. Betty Glass. Ja, ik denk dat het door de finale van De Mol komt. Dat die in Amerika ook. Was. Nou, in ieder geval eigenlijk de door die voice-over. Finale, ja. Betty Glass. Ja. Fry Stellen. Oké. Dus ja, die waren allemaal weg. Dat betekent dat er nog maar een heel klein clubje overbleef. De twee verraders, Jordi en Sander. Ja. Billy, Noor en Shahid. Want... Nathan is dood. Ja, daar waren mensen online toch best wel een beetje... Ja, niet per se boos over of zo. Maar mensen dachten, ja jongens, kom op zeg. Als er iemand in die finale had mogen staan van mij... dan was het Nathan geweest. Ik snapte dat wel. Ik snapte ook waarom de broertjes vanuit hun gedachten... dachten dat Nathan op dat moment de gevaarlijkste speler was. Ja. Ik vond het wel bizar om te zien dat ze in dat torentje nog steeds niet door hadden of niet door leken te hebben. Zou dat in de edit een beetje aangepast kunnen zijn? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Nee, die hadden echt niet door dat Billy en Noor zo... Die hadden oprecht niet door dat Billy en Noor voor hun zo gevaarlijk zouden zijn. Nee, want Jordi zegt nog van, oh joh, Noor die speelt het spel niet. Billy gaat van de een naar de andere. Ja. Ja, ik vond dat toch best wel bizar. Ja. Dat was het ook. Ja. Maar goed, dat is wel heel goed verborgen gehouden van hun. Ja. Dat het echt binnen hun bondje is gebleven. Ja. Daar vind jij iets van, daar vind ik iets van. Daar vindt Kijken Nederland, die reacties heeft geplaatst op internet, iets van. Daar komen we allemaal vanzelf bij. Ja, daar komen we allemaal vanzelf op terug. Oh, daar is die weer. Ja. Ja, dat moet in onze laatste aflevering over de verraders moeten we het daar natuurlijk dat moet een paar keer inzetten, toch? Tuurlijk. Ja, precies. Ik vind dat ook. Het ontbijt, zoals altijd. Het ontbijt, zoals altijd. Ja. Nou, ja. Ja. Er komt één iemand als eerste binnen en die komt voor de eerste keer als eerste binnen. Ja. Shahid. Ja. Ja. Het is bizar. Nou, zeker. Eindelijk als eerste finale. Ja. Ja, inderdaad. Als we het dan toch even over Shahid hebben. Ja. Ja, die wist nog steeds van toeten nog blazen. Heel deze aflevering. Althans, zo leek het. Ja. Want ik vraag me heel sterk af. En ja, daar komen we vanzelf op terug. Maar bij beide ronde tafels, deze aflevering, deze finale, leek het in de edit alsof Shahid echt nog niet wist of die nou op een van de broertjes of op Noor zou gaan. Ja. Maar goed, daar ga ik het zo meteen rustig uitgebreid over hebben, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, Jordi, hè? Ik ben trots. Mijn grootste winst is de finale met mijn broertje. En nou ja, Sander die is ook trots op hoe ver die is gekomen. Dat mag hij ook zeker wel zijn. Ja, zeker. Dus daar ben ik het ook allemaal wel mee eens. Dan komt Noor binnen naar Shahid, hè? Hey, Shahid, je leeft nog. Oké. Okay. Ja, nee, maar ik snap die reactie wel. Want ik denk dat Noor ook al heeft gedacht van het zal Shahid of Nathan wel zijn. Want die hebben allebei in de vorige rondtafel natuurlijk op Sander gezeten. Ja, inderdaad. Ja, Sander had er zomaar nog eens uit kunnen liggen in de halve finale. Ja. Als Noor en Billy daar iets hadden durven te doen eigenlijk. Ja. Maar ja, dan is de vraag, hoe had het dan geëindigd? Want dan had waarschijnlijk Noor of Billy gekild geweest. In de nacht, denk ik. Maar dan was er nog maar één verrader geweest. Dat weet ik niet, want Nathan was natuurlijk wel... Die kwam echt met het hele verhaal. Waren hun daarin meegegaan? Ja. Dan weet ik, denk ik, want hun denken... Die speelt spel niet. Dus die gaan ze toch niet uit knikkeren. Want die zijn in hun ogen natuurlijk nog om te turnen. Ja, oké. Zoals ze met Shahid hebben geprobeerd. Dus dan zou alsnog of Shahid of Nathan waarschijnlijk vermoord zijn. Ja, oké. Maar dan hadden ze in ieder geval de finale ingegaan met maar één verrader. Ja. Dus ik vind dat ergens ook wel jammer dat ze dat in de halve finale alsnog niet hebben aangedurfd. Ik snap het vanuit hun... persoonlijk snap ik het echt wel. Mm-hmm. Want zowel Noor als Billy hebben ook in een aantal interviews gezegd. Die zijn door de Telegraaf geloof ik nog een keer geïnterviewd. En door Boulevard of zo. Hebben ze ook meerdere malen gezegd. Ja, je wilt gewoon, als je daar zit, wil je gewoon je hartje redden. Punt. En dat gegeven snap ik heel goed. Kijk, er zijn dit seizoen 5 verraders geweest, zeg ik even uit mijn hoofd. Maria, Katinka, Jan, Sander en Jordi. Ja. 5 verraders op 20 personen. 5, dat is gewoon een vierde. Ja. Er is nogal wat als getrouwen. Dus toen wij dat gesprek hadden met Noor, toen gaf zij ook al aan... Ja, kijk, ik wist wel dat Sander het was. Daar was ik overtuigd van. Ik wist het niet 100% zeker, maar daar was ik in ieder geval overtuigd van. Die moest het zijn. Mm-hmm. Alleen ja, als ik die eruit had gegooid, dan was er random iemand anders voor in de plek gekomen. En dan had ik niet geweten wie die random persoon die er nieuw bij was gekomen. Dan had ik daar heel erg naar moeten gaan zoeken. Dan moet je weer gaan zoeken opnieuw. Ja. Dus wilden we Sander bewaren als een soort van zekerheid. Ja. Dat als we in de finale of in de halve finale, dat we daar vol op konden en dat we zeker wisten. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon heel slim. Ja, zeker. Het is misschien voor de gemiddelde kijker is het een beetje irritant dat je denkt, ja, maar dan had je meteen op Sander moeten gaan. Ja. Dus de vraag is dan, is er wat mis met het concept? Nee. Want hebben wij het ook wel even over gehad, hè, een beetje. Nou ja, wat ik vorige week al is zei... Is het eerlijk, zeg maar, tussen aanhalingstekens? Ik vind dat er eigenlijk wel een iets tegenover mag staan als je wel de juiste verrader eruit... Ja. Verband. Ja. Daar mag echt wel iets tegenover gaan staan. Nou ja, vorige week kwam jij volgens mij met het idee geopperd. Waarom heeft Tel hier niet gezegd? We zitten in de halve finale. Er zitten nog 2 verraders in het spel. Als jullie er nu 1 verrader uit weten te choppen, dan komt er, weet ik veel, 5 kilo zilver bij. Ja. Dat opperde jij. En toen dacht ik, ja, dat had op zich wel terecht geweest. Want ja, ze moeten op zoek naar de verraders. Ja. En de verraders moeten zorgen dat ze onder de radar blijven. Ja, maar aan de andere kant, dan vraag ik me wel af, hoe was die finale dan geweest? Was er dan maar gewoon 1 rondetafel geweest? Had het programma maar een half uur korter geduurd? Of? Dit is voor het eerst dat ze deze manier gebruiken. Hè? Dus dat ze niet meer zeggen van, zou jij, wil je delen of wil je stelen of zoiets? Hè? Was het dan in de vorige seizoen? Ja, dat was dan het laatste spel inderdaad. Ja, en dat was altijd een beetje zo'n anticlimax dat je dacht, nou ja, ze gaan het toch wel delen, want ze zijn beste vriendjes geworden en... Dus het maakt eigenlijk geen zak meer uit wat jullie voor de finale doen. En nu was het anders. Nu was het een beetje, zoals ik begrepen heb, hetzelfde als de Engelse en de Amerikaanse verraders. Namelijk, er komen x ronde tafels, zoveel als dat er nog verraders in het spel zitten. En als je de verraders eruit weet te choppen, dan winnen gewoon de getrouwen. En als je een getrouwe eruit chopt, dus als er een verrader overblijft, dan wint die. Punt. Ja. Maar als er nou dus 3 verraders in hadden gezeten en 2 getrouwen, dan hadden ze dus gewoon nooit kunnen winnen. Nee, maar volgens mij kon dat niet. En? Want ze begonnen het spel met 3. Mm-hmm. Nou, je mag er wel van uitgaan dat er gedurende het spel altijd wel eentje in ieder geval of de nek om wordt gedraaid aan de ronde tafel, of dat de verraders een of andere raar... Ja, daar kun je van uitgaan, maar stel dat het niet gebeurt. Ja, oké. Okay. Dan zit je met 3 verraders en 2 getrouwen. Ja. Dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment... Ja, dan zit er sowieso een verrader
bij de laatste ronde tafel. Ook al zou je dat 3 doen, maar dan zit je volgens mij altijd met een verrader. Zou dan die verraders onderling nog een spel moeten hebben gespeeld? Dat zou best wel eens kunnen. Dat er één, want verraders mochten niet meer delen. Nee. Dus dat zou best wel... Ja, nee, daar zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben. Nou, dat is een interessante vraag voor de programmamakers. Nou, dus, als programmamakers, als onze podcast, als onze podcast toevallig terechtkomt bij een van de crewleden, dan wel makers, bedenkers van de verraders. Laat het ons even weten, want dat vinden we machtig interessant. Ook als je een keertje met ons wil praten, vinden we ook leuk. Vinden we ook leuk. Ja. We waren bij het ontbijt, want we zijn een klein beetje afgedwaald. Maar dat mag ook, hè. Dat mag ook, hè. Want zeker. Want het zit erop. Shahid, die zegt aan de ontbijttafel... Ja, ik weet het gewoon nog niet. Ik ga niet met blinde oogkappen op Sander, hoor, jongens. Nou ja, op zich wel spannend. Daardoor krijg je wel echt direct... Ik kon eens eventjes het ontbijt aan het terugzoeken, ja. Even aan het zoeken. Naar mijn speakbriefje. Nee, maar Shahid die zegt, ik weet het niet. Ik ga niet met blinde oogkappen op Sander. Dus dat creëert eigenlijk wel direct al een soort van spanning voor de kijker ook. Mm-hmm. Wat wel heel tof was. Ja. Dat je dacht, oké, dus het kan oprecht gewoon alle kanten op. Het gaat straks gewoon 100% van Shahid afhangen. Want de broertjes gaan dan wel op Noord, dan wel op Billy. Ja. Dat wisten we nog niet. Wat later werd het toch wel heel duidelijk dat ze Noor als slachtoffer gingen aanwijzen in ieder geval. Nou ja, Billy en Noor gaan sowieso de eerste ronde, weten we gewoon, op Sander. Ja. Dus ja, dan wordt het tussen Noor en Sander. Ja, en dan is het de vraag, wat gaat Shahid doen? Nou, dat bleek ook wel bij de rondetafel. Ja. Enfin, Billy komt binnen. Daarvoor komt Sander nog eventjes binnen, maar die doet niet al te veel bijzonders. Nee. Billy komt binnen. Mede finale kandidaten. Goedemorgen. Het is een drieën. Nathan, die is gekild. En op het einde komt Johnny nog even binnen. En dan weten we dus dat Nathan dood is. Yes. Hartstikke dood. Ja. En dan krijgen we dus dan de terugblik naar het torentje waarin dat gebeurde. Ja. Ja, en dan zegt dus wat we net een beetje net besproken hebben. Van. Ja, we moeten met de zwakste spelers de finale in. Billy doet maar wat. Noor speelt het spel niet. Shahid staat bij ons in het krijt. Nou, Nathan weg. Ja. En dan denk je toch ook, als ze dat nu toch zitten te kijken. Maar dan weten ze al afleveringen lang natuurlijk. Inmiddels al 3 of 4 afleveringen in de edit in ieder geval. Ja. Dat Noor en Billy eraan zitten te komen. En ze weten zelf ook wat er gebeurd is in de finale natuurlijk. Ja. Ja, Noor die zet de aanval op Sander en Jordi alvast lichtjes in zo. Bij het ontbijt, aan het einde van het ontbijt. En dan komt Tel binnen. Dit is dus wat er overblijft. Ik krijg deze briljante ingeving. Oh, ik weet ook niet of dat kan. Maar stel nou, hè. Dat Jordi en Sander, daarvan kun je eigenlijk wel zeggen, stel dat die hadden gewonnen, die hadden echt wel met elkaar gedeeld. Tuurlijk. Ook al zou dat niet mogen. Tuurlijk. Maar hè, wat nou als ze met z'n twee hadden afgesproken? Mm. Jordi werd lichtelijk verdacht, mm-hmm. Maar Sander werd heel erg verdacht. Ja, als Sander nou Jordi weg zou stemmen. Nee, dat zou ik zeggen, Sander, we vermoorden jou gewoon. En dat Jordi dus daardoor eigenlijk gewoon vrij werd gespeeld. Dat Noor en Billy helemaal zoiets hadden. Dit kan niet. Nee. Dan is het. Dan ben jij het. Zo, snap je? Maar dat was ook een bizarre wending dan geweest. Ja, maar dan had ik... Ik weet het niet. Dan had ik misschien toch Jordi vermoord. Ook al snap ik waarom je dat dus niet zou doen. Want Jordi was wel echt... een bang schaapje met... Ja. Met of een, hoe zeg je dat? Een hertje in de koplampen, zeg maar. Ja. Maar goed, er komen ook allemaal vanzelf bij. Want dat gebeurt aan de rondetafel namelijk keer 20. Ja, en daar wil ik zeker, het, daar wil ik het echt nog even over hebben. Zo. Maar dat zou toch een bizarre winnen. Maar ik denk niet dat dat had wel echt... Nou ja, waarom zou dat niet mogen? Ik denk niet dat ik ken de regels niet. Dus als programmamakers even willen bij reageren deze, dan... Ja. Hè? Nee, maar dan het lijkt me raar om te zeggen van... wie ga je nu vermoorden? Ja, we plegen zelfmoord. Ja, oké. Okay. Dat is ook raar, toch? Aan de ene kant wel... aan de andere kant heb ik ook wel eens bij een potje weerwolven, waar dit spel gewoon 100% op gebaseerd is, mm-hmm. Heb ik ook wel eens een medewolf eruit gestemd, gekild. Ja, maar dat is ook een soort ronde tafel, toch? Tijdens de nacht heb ik zeg maar naar haar gewezen. Ja. En toen zei ik, en dan probeerde ik met gebaren duidelijk te maken, als we jou killen, ja? Dan komt het goed. Oh. En toen dacht zij...
zo heb ik eigenlijk... Je zag zo in dat hoofd van alles gebeuren. En toen knikte ze zo van, ja, ja, doen. En toen hebben we haar gewoon vermoord als mede-wolf. Okay. En er was geen bijzondere rol in het spel dat je zeg maar nog een alfa-wolf had en zo. Want dat bestaat ook allemaal nog. En een witte wolf. En een... Dat was er allemaal niet. Dus het waren gewoon een normale wolven allemaal. En toen heb ik haar eruit gegooid. Toen werd ik volledig niet meer verdacht ook. Nee. Ja, en toen hebben we alles kunnen winnen. Kijk. En dat waren, ja, dus, en dat waren dus mensen die al 10 jaar een weerwolvenclubje hadden... die 1 keer in de 2 maanden, 3 maanden bij elkaar kwamen. En die zeiden, nou, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dat wolven onderling besluiten, een van ons, ja, doe maar. Oh, ja. Dus dat was wel dat was wel heel tof. Dus technisch gezien kan het. Ja. Maar ik weet, ik weet niet of de programmamakers dat akkoord zouden geven. Het is toen volgens mij vorig jaar ook met Jamie gebeurd. Hè? Dan had Jamie een schild en toen hebben ze gezegd van... vermoorden we jou, want je hebt een schild... Ja. En daar kan niet, dus er was niemand vermoord. Nee, dus het kan volgens mij op zich wel. Ja. Met name als ze een schild hebben. Ja. Want dan blijft die persoon erin zitten. Ja. Tel die gaat zijn hele verhaaltje doen. Hè. Welke weer de finale? Het venijn zit hem in de staart. 2 ronde tafels van 5 naar 4. Van 4 naar 3. Meer dolken. Jullie strijden om 10 zilverstaven. Dat kan heel veel belangrijk zijn vandaag. Ja, en ook iets extra's. En toen dacht ik, nou, dit is wel heel veel tekstijl. Maar goed. Dit was wel heel veel info. Dus ik zit al mee te typen tijdens de aflevering. En ik ben dan aan het genieten. En ik ben de aflevering aan het kijken. En ik ben aan het typen. En toen dacht ik, Tel, nu moet je even stoppen. Want het wordt een beetje verwarrend. Kun je eigenlijk blind typen? Ja, dat kan ik. Oh, dat is wel knap. Dat is heel fijn vooral. Ja. Ik kijk natuurlijk nog wel, want ik ben geen vrouw. Hè. Ik kan gewoon niet alles tegelijk. Nee, maar als je blind kan typen, dan hoef je... Ik kan zeker blind typen, maar dan moet je alsnog wel af en toe eventjes kijken van klopt het nog wat ik typ. Dan is het slechtziend typen. Ja. Ja, inderdaad. Ik heb ook niet voor niks een bril. Oké, konkelen. Konkelen. Bill en Noor die hopen dat het geluk hun kant opvalt. Jordi en Sander zijn zenuwappig, heb ik opgeschreven. En ik heb daarbij opgeschreven, Jordi die verspreekt zich. Ja. Ja, we hebben natuurlijk... En die wegstuurt, die wegstuurt. Dan merk je dat hij dat daar ook... iemand. Ja, dan merk je ook dat hij daar weer heel zenuwachtig aan het doen is. Terwijl ik denk... Bij dit soort gesprekjes hoef je nou juist niet zenuwachtig te zijn. Want dit is gewoon prietpraat. Ja. Dus waarom ben je dan juist op die momenten... is hij constant bang dat hij zich verlult... waardoor hij zich verlult elke keer. Ja. Maar goed, dat zal per persoon verschillend zijn natuurlijk. Ja. we hebben allemaal mensen weggestuurd. We hebben Irene weggestuurd. We hebben die weggestuurd. We hebben Herman weggestuurd. Toen zei volgens mij Noor... Herman is gewoon vermoord, hoor. Ja, versproken. Ja, precies. Nou, toen zag je hem weer heel... toen sloeg hij weer een beetje dicht. Ja. Ja. Nou, dan hebben ze het ook nog over dat het eigenlijk de grootste fout van Sander was... om Jordi erbij te halen. Ja. Ja, ik denk ook niet dat dat heel slim is. Nee, maar daar hebben we het toen ook al over gehad, hè? Daarom... Waarom haal je daar op dat moment Nathan er niet bij? Of Noor? Ja. Want als je toch dacht, ja, Noor doet niks. Ook al had je het vanuit die kant aangevlogen. Ja, Noor houdt altijd de mond. Het lijkt alsof ze niks hadden. Dat was niet, maar dat wisten zij toen nog niet. Ja, haal haar er dan maar gewoon bij. Als je haar totaal, als niemand haar verdenkt, dan haal je haar er toch bij. Ja. Ja. Maar goed, het was ook wel te begrijpen natuurlijk vanuit Sander. Sander en Jordi tegen Shahid, want die nemen Shahid even apart. Hè? Mm-hmm. Ja, zelfs de verraders kunnen nog winnen met die dolken. We moeten echt uitkijken. Nou ja, en dan heb je als kijker weer zoiets. Ja, Shahid kan echt alle kanten nog op gaan vallen. Ja. Dan staat hij in zijn eentje een beetje te petanken. Ja, en dan vervolgens Billy en Noor. Die zeggen, ja, hij zit wel heel veel bij Sander en Jordi. Ja, wat nou als? Ja, wat nou als? Ja, inderdaad. Nou, dan gaan ze eigenlijk de missie in. Mm-hmm. En heel eerlijk, dit was de eerste missie van het hele seizoen... waarin ik dacht, die voegt wat toe aan toevallig dan deze finale. Nou wat... nou doe je het echt wel een beetje te kort. Er zaten echt heel veel leuke missies tussen. Zeker. Maar deze was wel extreem leuk. Ja, en hij was heel simpel in opzet eigenlijk. Ja. Heel simpel zelfs. Ja. Maar hij was gewoon doeltreffend. En omdat er 2 dolken op het spel stonden, dat wisten wij nog niet. We dachten, nou trouwens, er stonden... Hoeveel dolken er op het spel stonden, wisten we nog niet. Nee, we wisten alleen dat er 3 sleutels waren. Sowieso 1, maar er konden er 2. Het kan. Ja. Zo werd het gebracht. Ja, dan kun je eigenlijk al vanuit gaan. Ja, er zullen er wel 2 in zitten. Ja. Nou,
toen werd er geëdit alsof de broertjes zeg maar geen enkele fout maakten. Zo zat het in de edit. Ja. Of dat helemaal het geval is geweest, weet ik niet. Ja, en dat Billy ineens helemaal verkeerd liep en die was eigenlijk nog best wel snel. Billy liep verkeerd, Shahid liep verkeerd. Ja. Noor, die zat constant met in de touw war, in met de touw. Maar ja, dat kan ook haast niet anders, denk ik. Uiteindelijk, want we kunnen het daar heel lang of heel kort over hebben. Maar ook die tekstjes die vermoorde mensen hebben opgeschreven. Of waren het verbannen mensen? Volgens mij alleen verbannen. Vermoord, want Nathan is vermoord. Er was een tekstje van. Ferry is verbannen. Pernille is vermoord. Dus nee, het was gewoon degene die al weg zijn. Ja, je hebt gelijk. En Selma zat er ook in. Ja. Die tekstjes, ik dacht, wat heb je daar nou echt wezenlijk aan? Ferry is ook vermoord trouwens. Ja, Ferry is wel vermoord. Dan waren het wel alle vermoorden. Je bent een verrader. Oh, en je verspreekt je. Ja, dat gebeurt wel eens. Dat mag je vaker doen. waar was ik? Oh ja, die tekstjes die geschreven waren als je verkeerd liep in die missie. Ik dacht, wat heb je daar nou echt wezenlijk aan als finalist? Want zij wisten ook niet zeker wie er een verrader was en wie niet. Want ze zijn eruit en ze weten ook niet meer wat er daarna is gebeurd. Want ze hebben dat tekstje waarschijnlijk al geschreven op het moment dat ze eruit gingen. Nee, maar ja, kijk, bepaalde dingen zeg je gewoon niet tegen andere kandidaten als dat in jouw hoofd zit en je wilt... En je bent toch voorzichtig. Oké. Maar ik dacht wel, dit is minder waardevolle informatie dan bijvoorbeeld bij Wie is de Mol een hint naar de mol zou zijn. Ja, of een tekstje van de mol. Ja. Of een... Maar goed, het was alsnog wel tof. Maar vrijwel niemand liet zich daardoor ompraten of whatever. Eigenlijk niemand. Mm-hmm. Het einde van de missie. Jordi die heeft een sleutel. Billy die heeft een sleutel. En Sander die heeft een sleutel. Ja. En de manier waarop Jordi en Sander daar... want Sander kwam als laatste. Ja, Jordi was als eerste daar. Ja. Toen daarna kwam Billy. En toen kwam Sander. Ja. En hoe Jordi en Sander elkaar daar aan het ophypen waren eigenlijk. Ja. En elkaar aan het helpen. Toen dacht ik, nou is niet heel duidelijk niet heel lullig, niet heel lullig bedoeld, jongens. Maar als jullie oprecht denken dat Billy het nog niet weet... en jullie gaan zo staan doen... Ja, dan is het wel echt overduidelijk. Ja, echt hè? En niet een beetje, maar echt... Ja, had ik ook. Godverdomme, yes, yes, ja. Yes! Het is ook gelukt. Vrij letterlijk op die manier. Toen dacht ik, jongens, kom. Kijk, ik snap dat die energie hoog zit. En ik snap dat je je in het nauw gedreven voelt. En dat je moet, weet je wel. Ja. Ik zag dat jij een notitie had gemaakt over de waarom die touwen. Wat is jouw gedachte daarachter? Ik ga even meekijken. Een touw van Noor zat in de knoop en dan zeg jij, waarom die touwen? Nee, dat zijn Noor. Oh, zijn Noor dan? Waarom die touwen? Jij dacht van, nou, waarom die touwen? Ik denk heel vaak, waarom Lee Towers? Maar dat is iets totaal anders. Nou, maar wat ik wel een beetje had, ik denk van, volgens mij, dan hebben ze zo'n touw, maar het loopt niet helemaal naar het volgende paaltje. Nee. Er zat dus nog wel een stuk tussen. Een meter of 20 of zo. Dus dan laten ze op een gegeven moment dat touw vallen. Toen dacht ik, laat dan gewoon dat touw helemaal lekker los. Ja. En ren gewoon die kant op. Ja. Maar we weten niet wat daar afgesproken is met de crew en zo. Dus misschien moesten ze... Ik gok dat ze moesten, want anders hadden ze het niet gedaan. Nee. Maar was inderdaad wel een beetje gek. Nee, Noor die zei dat eens halfweken. Waarom die touwen? Ja. Ja. En dat snapte ik. Om jou te pesten. Om jou te naaien, hoor. Ja, inderdaad. De wapenkamer dan. We weten in ieder geval dat... Jordi, zeg ik dat goed? Ja. Ja, Jordi heeft een dolk. Ja. Sander. Niet. Even mijn fingers crisscrossed. Oké. En toen... Sluikreclame. Ja. En Billy, dat zien we niet. Nee, en toen dacht ik, dan houdt het dan een zal beetje... die wel een dolk tuurlijk, hebben. Ja, tuurlijk. Want anders laten ze zien dat hij niks heeft. Daarvoor wordt ook nog heel veel gekonkeld. Maar laten we lekker naar de eerste ronde tafel gaan. Ja. Die altijd begeleid wordt door... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because of visions of... dat is heel creepy. Ja. Doe maar niet meer. Vind ik altijd wel spannend. En bij de tweede ronde tafel was er een ander muziekje voor het eerst. Echt? Ja, heb ik ook opgeschreven. Komen we... Zo meteen bij!
Oké. Tel, die zegt 30 kilo zilver is de buit die ze net hebben binnengehaald. Ja, dus in totaal. In totaal ligt er dus 30 kilo zilver. Goeiendag, Schotel. Dus dat betekent dat of 15 kilo voor Sander, 15 kilo voor Jordi is, of 10 kilo voor Billy, 10 kilo voor Noor en 10 kilo voor Shahid. Mits Shahid zijn ogen even open doet. Ja. Ja. Ja, maar nou vergeet je eigenlijk nog een heel belangrijk ding. Oh jee. Oh jee. Tenzij jij daar zo meteen nog op terugkomt. Maar Shahid had een afspraakje met Jordi en Sander. Ja. In hoeverre dat je dat echt een afspraak kan noemen, weet ik niet. Maar... ja, goed. Ze hadden toen in de auto gezegd van... hey, Shahid, wij bekken jou, maar dan moet je ons even bekken in de finale. Ja, dat is goed. Dus... ja. Dat zei hij. Ja, dat is goed. Ja, dat zei hij. Dus, ja, dan ga je al denken van... oeh, ze hebben natuurlijk geprobeerd om hem erbij te pakken. Dan gaan we op die... En hij twijfelt zichtbaar. In ieder geval aan het begin van de rondetafel twijfelt hij echt zichtbaar nog. Ja. Nou, dan komt Noor met haar hele verhaal aan de ronde tafel. Vrij ver aan het begin. Mm-hmm. En ik dacht, heel eerlijk, je hebt nu 8 dagen, 9 dagen gehad om dit in je hoofd voor te bereiden. Begin je over het briefje? Ja. Dat snap ik. En niet per se het briefje zelf, want dat snap ik ook nog wel. Dat je die houvast wil hebben, mm-hmm. omdat je alles eruit wil gooien. En ja. je wil alles vermeld hebben. Ja. Maar daardoor werd het wel een beetje rommelig. Waardoor het niet zo'n punch had, denk ik, als dat het had kunnen hebben. Wat niet wil zeggen dat dit verkeerd was, hè? Maar... zij is geen Selma. Kijk, een Selma had dat zonder briefje ratelt er zo uit. Ja, oké. Okay. Ik snap dat wel. Zij wil gewoon even dat je al die punten even benoemt. Ja. Nou ja. Ja, en dat heeft ze prima gedaan. Nee, zeker. Sander die zegt dan, heb je een briefje nodig? Jezus, een briefje nodig. Ja, maar weet je, dat is ook een tactiek natuurlijk. Hè? Dat is een tactiek om haar even weer... Ja, dat was wel echt een beetje prik, hoor. Ja, precies. En, nou, iets meer als prikken. Dat was echt... steken. Dolken onder water. Terwijl die niet eens een dolk had, die Sander. Maar die begon gewoon echt een beetje naar te doen. Ja. En omdat hij dat begon te doen, logisch. Want ja, hij moest zijn eigen hartje redden. En hij zei ook in dat biechtmoment, zei hij ook... ja, ze heeft hartstikke gelijk. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Nee, natuurlijk niet. Maar doordat hij dat op die manier ging doen, ging Jordi... vanaf dat moment op alles wat Noor zei of Billy zei richting hun, ja. ging niet meer denken, wat is dit voor onzin? Waar slaat dit op? Nee, maar je bent gewoon graag bezig. En toen dacht ik, doe nou eens niet zo. Oh, beheers jezelf nou eens even een beetje en breng het nou eens wat je nu zegt, maar breng dat nou eens rustig. Ja. Want dan heb je nog een kans. En hij doet bij de tweede rondetafel doet Jordi helemaal iets bizars. Maar dan kom ik zo op terug. Ja, het is de laatste aflevering en we moeten even een beetje knopjes drukken. Ja. Hè? Knopjes drukken. Sander en Jordi die praten eigenlijk constant door Noor heen. Mm-hmm. Die willen haar niet uit laten praten. Want die merken, het wordt te heet onder onze voeten. Ja. Ze heeft 100% gelijk. Ja. Jordi die kan dat iets minder goed handelen al de hele tijd dan Sander. Ja. Maar dan nog... merk je dat ze alle twee een soort van als een diertje in het nauw heel erg terug willen hakken. Niet uitpraten. Hier moeten we overheen lullen. En dan zegt Noor, kun je mij heel even één keer laten uitpraten nu? Ja? Oké. Okay. En het wordt alleen maar veller en veller en veller tegen elkaar. Uiteindelijk krijgt ze er alles uit wat ze eruit wil krijgen. En dan zegt Shahid, of all people, die zegt ja, Noor. Je trekt wel heel erg naar Billy toe de laatste paar dagen. Ja, en dit is inderdaad echt de eerste keer dat je zo iets op tafel gooit. Dus ja, waarom ben je daar dan niet eerder mee gekomen? Waarop Noor ook weer zegt, ja, Sander en Jordi. Als jullie nu ineens vandaag roepen dat jullie mij al dagenlang verdenken... waarom zijn jullie dan niet eerder met mijn naam gekomen? Ja. Nou, dat is ook valide punt. Ja, helemaal waar. Ja. Maar ja, wat Shahid zegt, vanuit Shahid zijn oogpunt... Mm-hmm. is het natuurlijk ook logisch. Ik dacht... Noor en Billy die nemen in de halve finale nemen ze Nathan en Shahid een keer apart. En of ze dat nou 1-1 doen of 2-1, of dat maakt niet uit. Maar
gooi gewoon je hele verhaal wat je hebt. Gooi dat en naar Nathan en naar Shahid. Ja. Ongeacht wie er dan vermoord wordt in de nacht, dan weten zij al hoe jullie in het spel zaten. Ja. Misschien is dat gesprekken geweest, maar dat denk ik niet. Want nee, anders had Shahid niet zo... Nee. Shahid die zegt dan vervolgens, ja, doe maar gewoon wat je gevoel zegt. Ik ga doen wat mijn gevoel zegt. En Jordi die gooit er dan nog eventjes zo, echt zo net voordat ze moeten gaan stemmen. Noor, je bent echt een zwakke speler. Oké. Ja. Dus ze is zwak omdat ze 100% perfect zit. En dat nu voor het eerst zo vol op tafel gooit. Ja, daar moest ik toch ook wel een beetje om lachen. En dan sluit Shahid eigenlijk die ronde tafel af voordat ze moeten gaan stemmen met... Ik heb nog niks gezegd vandaag. Mijn gevoel is dat of Noor of Sander een verrader kan zijn. Noor, jij stond op de dodenlijst. Je kunt jezelf ook op de dodenlijst zetten, toch, als verrader? En toen begon ik een beetje te denken... Want hij schreef alsnog Sander op natuurlijk, dat weten we. Ja. Toen dacht ik, volgens mij is er hier nog een langer gesprek geweest... Waar ze heel erg in hebben zitten knippen om het voor ons zo spannend mogelijk te houden. Ja, want hij dat dus inderdaad wel wat meer over Sander heeft gezegd. En een beetje begreep, over Noor. Ik begreep twee dingen begreep ik niet. Eén, Shahid en hoe hij sprak en hoe hij in de eerste ronde toch redelijk met gemak Sander opschreef. En in de tweede ronde redelijk met gemak Jordi opschreef. Ik denk Ik denk niet dat er dingen gescript zullen zijn, maar bij dit heb ik wel een beetje het idee van dat ze toch hebben gezegd van, nou ja, we weten globaal wel op wie je wil gaan, maar voor het programma is het misschien toch net wat spannender als jij nu ook Noor gaat verdenken of een ander eventjes gaat verdenken. Maar dan zouden ze dat voor de rondetafel individueel moeten gezegd hebben. Denk ik. Ja. Dat denk ik. Want anders dan beïnvloedt het letterlijk nog het programma. Ja. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat ze de hele finale al hebben opgenomen en dat ze dat moment nog één keer hebben nagespeeld. Dat is ook niet vreemd in televisieland, maar dat zie ik niet helemaal gebeuren. In dit geval in ieder geval. Wat ik vreemder vond, dat ik daar niks van gezien heb in de uitzending. Misschien is dat wel gebeurd ter plekke, maar heeft het de uitzending niet gehaald. Mm-hmm. Waarom, als Noorder hele verhaal heeft gedaan, waarom haakt Billy daar dan niet op in? Waarom zegt hij dan niet... Wat Noor nu zegt, ik zal het jullie eens even uitleggen. Wij verdenken al vanaf dag 2, verdenken wij Sander. En niet een beetje, wij weten het eigenlijk 99,9% zeker. Ja. Er is altijd een mogelijkheid dat het niet klopt, maar wij zijn vanaf dag 2, met z'n tweeën, zijn wij ervan overtuigd dat Sander het is. De reden dat wij pas nu, en dat Noor pas nu haar mond opentrekt, en wij hier nu pas vol op Sander gaan en durven te gaan, is omdat wij Sander als enige zekerheid hadden. Ja. Dus wij hebben onszelf constant beschermd door onze mond te houden, door mee te stemmen met anderen, door dat bondje ook een beetje in stand te houden met hem. Dat gesprek. Ja. Waarom werd dat niet op tafel gegooid? Want dan dacht ik, dan heb je Shahid ook meteen mee. Ja. Nou, zonder enige twijfel. Ik denk dat dus ook die spanningsboog die ze in het programma willen hebben, dat want anders was het inderdaad, dan gaat Shahid sowieso... En dan is het ook niet meer spannend, hè? Als ze echt, zeker in de finale, allemaal gelijk op hem gaan. Maar alle shots die je van Billy zag, waren Billy die zich zat in te houden. Ja. Vrij letterlijk. Ja. Dus toen dacht ik, waarom zegt Noor niet dit wat ik nu net zeg, wat Billy had kunnen zeggen? Waarom zegt zij dat dan niet? Waarom begint ze daar niet mee? Ja. Ze begint wel een beetje, hè? Jullie dachten dat ik de stille was. Jullie dachten dat ik niks waard was. Jullie dachten dat ik... Dus ze begint zeker wel sterk. Ja. Maar ik dacht, waarom begin je niet met dat verhaal? Ja. Vanaf dag 2 zit ik met iemand anders in deze ruimte. Of hoe je het ook wil. Hoe zou dat nou zijn? Oh, verrassing, Shahid. Wat? Ja. Nee, dat vond ik gewoon vreemd. Ja. Dus Noor, ik weet dat je af en toe kijkt. Is dat wel gebeurd? Is dat niet gebeurd, dat gesprek? Dat Billy zei, de reden waarom we nu pas onze mond open trekken... want daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Ja. Dat heb ik gewoon een beetje gemist. En dan wordt er gestemd. Ja. Sander krijgt... Noor krijgt 3 stemmen van 2 personen. Maar Jordi had een dolk. Ja. En Sander krijgt er 4, omdat Billy ook een dolk had. Ja. Anders was het 3-3 geweest. Ja. En wat gebeurt er dan? Of als als Sander ook een dolk had gehad, dan was het ook beklonken geweest. Als Sander ook een dolk had gehad. Ja, dus als Sander en Jordi een dolk hadden, in plaats van dan was Jordi en Billy. Ja.
dan was het dag Noor. En dan was het wel heel lastig geweest. Want niet, dan had er sowieso er een vraag in gezeten. Er zaten er twee in de... Ja, of ze... Nee, dat kan niet. In de Engelse en in de Amerikaanse serie gingen ze net zo lang door... totdat de getrouwen zeiden... wij denken dat er nu geen verrader meer onder ons zit. Oh, echt? En dan werd er gezegd, oké, zijn jullie klaar? Ja, we zijn klaar. En er zit nog een verrader onder jullie. Helaas, de verrader heeft gewonnen. Of er werd gezegd, nee, inderdaad, er zit geen verrader meer tussen jullie. Dus gefeliciteerd. Oh. Dus dat is een net iets andere manier dan dit. Maar vergelijkbaar. Ja, vergelijkbaar. Dus, nou, dan hebben we dat gehad. Ja. Alexander, moet weg. Ja, ik sta hier met opgeheven hoofd. Ik heb het spel gespeeld. Ik kan, ik denk, niet van iedereen zeggen. Nou, dat snapte ik niet. Ik denk, hallo, het zijn allemaal finalisten. Iedereen heeft het spel gespeeld. Ik weet niet. Ja, ik denk dat een soort van... nog steeds vanuit zijn rol als verrader nog even een soort steek was... die hij misschien helemaal niet heftig zo bedoelt. Misschien ook wel op dat moment. Nou ja, en het is natuurlijk vervelend om te verliezen. Dus ja, misschien dat het is. Nou ja, hij heeft natuurlijk een masterplan gehad vanaf aflevering 2-3 zo'n beetje. Mm-hmm. En die heeft hij gewoon perfect uitgevoerd. Ja. Dus in zijn ogen heeft hij zoiets van... ja, maar dit klopt niet. Dit klopt niet, want alles is gelukt... En dit allerlaatste kleine procentje, daar gaat dan mis. Hoe dan? Ik denk dat hij een Loisa Lamers doet. Hoe dan? Snap je? Ja. Uit dat vorige seizoen. Toen ging er iemand aan de ronde tafel weg. Toen zag je Loisa in beeld. Hoe dan? Dat weet jij niet meer. Nee, ja, dat is al vijf jaar geleden onderhand. Nou, niet overdrijven. Nee. Maar goed, dan krijgt iedereen... een afkoelmomentje. Een afkoelmoment. Nou, en Jordi rent gewoon gelijk van die tafel weg. Heb je dat gezien? Ja, dat had ik gezien, ja. Ik denk, nou, Jordi. Ja. Hè? Blijf even. Blijf dan eventjes bij. Hou het nou heel even vast, jongen. Ja. Echt nog maar een half uur of drie kwartier en dan zit alles erop. 10 minuten misschien. Ja, ik denk wel iets langer, maar ja, zoiets. Zeg een uur in totaal en dan is alles klaar. Hou je nou nog heel even vast. Ja. Want heel misschien krijg je het nog voor elkaar. Ik denk het niet, maar het zou kunnen. Ja, Jordi die zegt dan... ik voel de vermoedens, maar ik wil alsnog de winst pakken. Ja. En Shahid die zegt dan ook nog eens een keer... ik weet het echt niet. Ja, Noor of Jordi. En toen dacht ik, come on... Ja. Nee, maar ja, weet je, en op dat moment had ik helemaal zoiets van... dit is dan toch gewoon geschript. Dit klopt niet, ja zo dit voelt is toch het. Gewoon dan... hè, hou die spanningsboog in het programma en zeg iets anders. Ja, nou ja, dat. Dan krijgen we rond de tafel 2. En die begint dus met... I see a red car and I want to paint it black. Dat. En dat vond ik ook wel... Ja, vond ik ook wel mooi. Ja. Het wordt altijd heel rustig gezongen door een vrouwenstem. En het klopt gewoon bij de sfeer van het programma. Zo. Ja. Nou, dan krijgen we Tel nog even, hè, met een allerlaatste praatje. Want dan kan het nog even. Hij pakt even zijn moment, pakken. Maria, Katinka, Jan, Sander, nu komt het erop aan. Toen dacht ik, goed gedaan, Tel. Goed gepresenteerd. Ja, heel fijn. Ja. Nee, ik vind het zeker een leuke presentator. Nee, absoluut. Ja, ik vond hem in de eerste twee seizoenen... daar hebben we het ook al vaak zat over gehad. Maar vond ik hem te veel het spel beïnvloeden. Ja, oh zo. Met name bij de ronde tafel. Ja. Ja, nee, maar weet je, voor iemand die je eigenlijk voornamelijk kent als Lama... Ja. Is dit wel een heel aparte manier dat je hem zo ook kan zien. En over klassieke muziek, hè? Hij heeft ook heel veel programma's, de negende van Tijl, geloof ik. Over klassieke muziek, daar is die ook helemaal. Daar ken ik hem ook wel. Serieus nog nooit gezien. Ja, ik wel gek genoeg. Maar goed, dat is een andere aflevering van Kijk bij Kinderen over een jaar of 10. Als we oud zijn. ze kregen allemaal, dat werd door Tijl gezegd, jullie krijgen allemaal 1 keer het woord. Mm-hmm. En dan moet jullie besluit gaan vallen. Dat klopte dus niet, want ze kregen niet allemaal 1 keer het woord. Ze mochten gewoon over en weer nog steeds reageren. Precies. En toen dacht ik, hou je er dan aan? Ja. Maar goed. Billy die zegt, Jordi is hier de laatste verrader aan tafel. Gedragsveranderingen van de laatste dagen, je bent afwezig. Het verraderschap kun je niet dragen. Je bent een prachtig gozer met een goudhart. Maar dit is zichtbaar voor jou een hele zware last. Nou, bang on. Ja. En werkelijk waar, Shahid, als jij daar oprecht zat te twijfelen... en dat betwijfel ik... Is dat een logische zin? Ja. Ja. Ik snap het niet in ieder geval. Als jij daar nog zat te twijfelen, dan was dat het moment geweest dat jij het zeker wist. Dat je dacht, ja, inderdaad. Je had op dat moment letterlijk alleen maar
3 seconden naar Jordi hoeven te kijken. En je had meteen gezien, oh, dit klopt 100% wat hij zegt. Ja. Ongeacht wat je daarvoor dacht. Of als je hem daar had aangekeken, duidelijk geweest. Ja. Duidelijk geweest. Nou, dan begint Jordi en die zegt van, ik heb gestreden en ik heb proeven gewonnen. En ik vond jullie een stel figuranten. En denk van, ja, wat heeft er dan mee te maken? Je hebt proeven gewonnen. Dat wil je helemaal niet zeggen. Nee, echt. Ik denk, je lult gewoon zomaar gewoon om iets te lullen te hebben. Ja, maar hij zat ook een beetje Sander na te praten van de vorige ronde tafel nog. Hij zat nog steeds in die vibe en in die... Nou, Noor zegt dan nog als een van de laatste dingen... Nou, wij hebben met z'n allen Sander erin gehouden. Niet alleen jij. Dat hebben wij met z'n allen gedaan. Ja. Ik ben een atleet. Ik ga niet zomaar de winst weggeven aan jou. Ja, dat je dat even weet. Ja. Vond ik ook heel sterk. Ja. dan reageert Jordi erop. Noor, ik ga me richten aan jou. Jij bent een verrader. Toen dacht ik, ah, mannetje toch. Nou, en dan voor de laatste keer Shahid. En toen dacht ik, ja, maar nou moet je ophouden, jongen. Ik twijfel echt tussen Noor en Jordi. Maar, Noor, ik heb jou nog nooit zo fel gezien als nu ineens aan deze tafel. Ik weet het echt niet. Het was nog net niet dat hij het oplas van de briefje, nee, zeg maar. Precies. Nou, kom op, zeg. En toen gebeurde er iets, Corné. En toen dacht ik, nou, schiet mij maar lek. Mm-hmm. Dit slaat nergens op. Dat Jordi stemde op Shahid. Nou, wat de hel. Vanwege omdat hij bij die vorige ronde tafel Sander had beschreven en dan stond er 1-0 of zoiets. Ja. Bij. En dan, wat de hel. Ja. Jordi, voor hetzelfde geld had Shahid nul opgeschreven. Ja. En dan had alsnog nu in dit scenario Jordi er... Hallo, gast. Ja. Ben je nou zo van de wap af van de afgelopen 10 dagen dat je brein moes is? Of is er toch echt wel, zijn er toch nog echt wel 3-4 extra gesprekken gevoerd aan die tafel, waardoor iedereen wist, oké, ja, Jordi gaat eruit. Duidelijk. Ja. Ja. Want dan snap ik het. Dan snap ik het dat je het als een soort van laatste steek van eikel. Hier. Ja, precies. Hier. Ik stem op jou gewoon omdat het kan. Ja. Maar dit sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Heel vreemd. Hij had ergens diep van binnen nog een kansje wellicht. Maar dan had hij gewoon Noor moeten schrijven. Als Shahid dat ook had gedaan, was het 2-2 geweest. Weet ik niet wat er dan had gebeurd. Maar daar zullen we nu niet achterkomen. Nee, daar gaan we niet achterkomen, nee. Dan had er misschien opnieuw gestemd moeten worden of whatever. Maar dit sloeg alles. Ja. Toen dacht ik ook echt, ja, maar sorry, maar dan ben je het niet waard. Nee. En dat is met alleen wat ik in de edit gezien heb. Dus ik weet niet wat daar nog meer besproken is aan tafel. Nou ja, dan is het klaar. Dan is het klaar, ja. Ja, Jordi verdwijnt en... Ja, dan gaan ze met z'n drieën staan partyen. Partyen. En dan doet Tel nog heel hard zijn best om nog een praatje ertussendoor te wurmen. Dat lukt hem gewoon net. Dan staat hij net... Om de achtergrond... Tot de volgende seizoen. Ik vond het leuk. Doei. Ja. Wat vonden wij van het seizoen? Ik vond het een heerlijk seizoen. Ik heb op internet mensen gelezen die het allemaal een beetje bland vonden. Of die Sander niet zo leuk vonden. Of die in het begin, hè. Of die met name Maria en Katinka echt bloedirritant vonden aanvankelijk. Nou ja, weet je, dat is in het programma. Ik geloof nooit. Nee. Al die mensen die spelen een spel. Ja. En in een spel kun je gewoon vervelend zijn. Ja, zeker. Ja. Dat is bij Wie is de Mol, dat is bij de Verraders. Want we hebben met kijk, ik vind, dat heb ik ook geuit. Ik vind het, ik vond het heel vervelend dat getrouwen zich gaan gedragen als verraders door getrouwen uitspelen. Maar we hebben ook een gesprekje met Noor gehad. Het is een hartstikke leuke vrouw. Ja, zeker. Dus ja, weet je, en als zij het spel zo speelt, en dan had ik na deze uitzending toch wel van je hebt het wel slim gespeeld. Nou, ook absoluut. Ook al hoeft niet iedereen daarmee eens te zijn. Maar... Nee, dat hoeft zeker niet. En aan de andere kant, ik denk ook dat als je daar zit... En dat heeft zij toen in dat gesprek ook gezegd. En het is niet dat wij Noor een hand boven het hoofd houden. Want dat is echt niet zo. Maar zij heeft dat toen ook gezegd. Als je daar zit, je mag er alles van vinden, tuurlijk. Maar als je daar zit, dan wil jij maar één ding. En dat is of in de finale, maar in ieder geval doorkomen. Ja. Deze ronde niet weg. Nee. Ja, en dan doe je daar alles voor. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon echt zo. Ja. Ik heb zelf, jij hebt dat ook meegemaakt. Wie is de Mol weken, wie is de Mol weekendjes, wie is de Mol dagen. Je wil gewoon in ieder geval verder komen. Je wil niet als eerste weg. Dat is verschrikkelijk. En je wil niet voor de finale weg. En je wil niet net voor de finale weg. Nee. Nou, dat zijn de twee plekken dat je echt niet weg wil. Dus ja, dan doe je daar alles voor. En of dat dan een vrijstelling is, of dat je iemand anders een spreekwoordelijk een dolk in het hart steekt. Of, ja, dan doe je daar alles voor. Dus... Ja, we kunnen het daar heel lang over hebben met heel het internet. En je mag daar absolute mening over hebben, maar ja. Ik wil alleen even zeggen, Shahid, Noor, Willy,
gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. En we zien graag één zilverstaaf tegemoet voor al onze moeite. Nee hoor, dat was een grapje. Of was het een grapje? Ik heb even opgezocht, want dat horen we natuurlijk nooit. Wat? Wat is 1 kilo zilver waard? Oh, nee. Ja, nou, dat Corné, weet ik ook niet. Ik ga het nu even live nog een keer doen. Minder als goud in ieder geval. Nee, duh. 1 kilo zilver waarde. En dat moet je dan dus keer 10 per persoon doen, hè? Ja. En dit is de actuele koers. Dus dat kan op dit moment op ja, dat, 8 mei. Op 8 mei. Dat kan natuurlijk nog 2023. Verschillen. Ik vind het lang duren. Dat zit tussen de 700 en de 1500 euro per kilo. Dus doe dat keer 10. Ja, dus dan heb zeg, je gemiddeld 1000. Je hebt minstens 7000 euro per kandidaat. Minstens. Als je 10 kilo zilver hebt, heb jij minstens 7000. Misschien richting de 10, 11, 12.000. Wow. Bizar, hè? Bizar. En dat wordt nooit genoemd. En dat vond ik eigenlijk best wel gek. Ja. Waarom weten we niet? Ja, we zien daar die staven liggen. Maar ja, dat is voor mij net zoiets als hier heb je 50 kilo grind. Ja, ja. Geen idee wat het waard nee, is. Precies. Ja. Waarschijnlijk heel veel, kost het heel veel bij de gamma, maar geen idee wat het waard is. Ja, tussen de 7000 en de 10, 12.000 euro. Godverdorie. Ja. Per kandidaat, hè? Per kandidaat, ja. Dus dat is 10 kilo. Poeh. Koek, koek, poeh, koek, koek. Ja. Ik heb ontzettend genoten nogmaals van dit seizoen. Nogmaals gefeliciteerd. Nu extra. Ja, nu extra. Corné, heel erg bedankt voor deze heerlijke 10 waren het er. Ja, tien. 10 nabesprekingen. Ja. Wij zien elkaar natuurlijk nog deze week voor de nabespreking van de finale van De Mol. Oh, ja. En? We hebben dat gewoon de afgelopen weken een beetje gepeld in de reacties onder deze podcast. Ja. En mensen vinden dit gewoon gezellig en leuk om naar te luisteren en willen graag meer. Heel vreemd, maar ja, goed. Als jullie meer willen, dan krijgen jullie meer. En dan gaan we gewoon het onbekende bespreken. Ja, en dat is niet dat we niet weten wat we gaan bespreken, nee. We weten wel wat we gaan bespreken. Het maar dat onbekende is het heet onbekende. Dat. Zo heet dat gewoon. Dat is van de makers van de Verraders, van de bedenkers van de Verraders, moet ik zeggen. Zit hetzelfde team achter. Gepresenteerd door Renze Klaver. Ja, inderdaad. En dat begint op dezelfde tijd als de Verraders eigenlijk, op de vrijdagavond. Precies. Dus dat gaat meteen aankomende vrijdag gaat dat van start. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik weet niet exact wat ik ervan moet verwachten. Maar het lijkt me leuk. Ja, dat weet niemand, want het is het onbekende. Waren 10 kandidaten ook 5 BN'ers, 5 onbekende of 6-6? Ja, 5. Nee, volgens mij 5-5. 5-5, hè, ja. Nou, daar gaan we volgende week op verder. Dus yes. Gewoon lekker hier op WDM TV of Kijkbuiskinderen als je de podcastversie luistert. En dan zeggen wij heel graag tot volgende week. En dat betekent dan slaap zacht. En tot de volgende nacht. Toedeloe. Toedeloe. Moeten we nog wel even een nieuwe opening en een nieuwe afsluiting hebben? Ja, dat moeten we inderdaad doen. Ik moet trouwens echt even toedeloe. Toedeloe. Engels. Ja, ik ga even naar de wc. Dag.